De bezwaar loopt tegen moreel verval van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname was tegen de verwachtingen in niet druk. De organisatie had gehoopt op 10.000 christenen, maar moest genoegen nemen met een stuk of 1.000. Terwijl de vereniging aangaf dat de loop tegen moreel verval was, vertelden de teksten van de borden een ander verhaal. Het geslacht is bij de geboorte bepaald. En wij in Suriname geloven niet in deze levensstijl, waren enkele teksten die te lezen waren op de borden. Hiermee uiten de aanhangers van de kerk hun misnoegen tegen transgenders. Hoewel keer op het plein is benadrukt dat er niet tegen de transgender Ivana Hilton werd gelopen, stond dat wel degelijk op alle protestborden. Hilton is momenteel bezig via een rechterlijke procedure deze geslachtsverandering te laten doorvoeren in het bevolkingsregister. Dit verzoek gaat in tegen het woord van God, zegt bisschop Steve Meijer. Hij wijt de lage opkomst aan de tegenstand vanuit de media en de kritiek op social media. Ook zijn er naar zijn zeggen veel aanhangers geïntimideerd. De afgelopen dagen, vanaf wij dit hebben bekendgemaakt, is er bijzonder veel tegenstand geweest, onder andere op social media. En mensen zijn zelf bedreigd geworden. Dus je kan je voorstellen, je hebt altijd een paar christenen die dus wel niet voor deze situatie zijn. Dus voor dat veranderen van het geslacht bij de burgerlijke stand. Maar dus ze hebben besloten om niet te komen in het openbaar, omdat ze dus geïntimideerd zijn. Onder andere op social media en ook in andere media. Ik geloof dat dat heeft meegespeeld. En natuurlijk in de voormiddag heeft het ook flink geregend. En ik heb begrepen ook een aantal mensen die uit Saramaka zouden komen. Ze zijn onderweg gestrand geworden. Dus er zijn verschillende redenen waarom dus wij die 10.000 niet hebben gehaald. Maar we zijn er ten volste van overtuigd dat de groep die hier was, ongeveer misschien 4.000, 5.000 mensen, dat die in ieder geval onze statement hebben gemaakt. En dat de samenleving van Suriname kan weten dat wij deze situatie niet willen in dit land Suriname. Meijer benadrukt dat de organisatie door zal gaan met bidden voor land en volk. Verder worden de berichten over de rechtszaak van Hilton nauwlettend gevolgd, geeft de bisschop aan. Wanneer de rechter mocht beslissen toch in het voordeel van deze transgender, dan zullen wij ons maar moeten neerleggen erbij, maar wel onder protest. Omdat wij geloven in een hogere wet, en dat is de wet van God Almachtig, de schepper van hemel en aarde en ook van alle mensen. Dus de schepper, als de schepper zegt dat hij deze levensstijl van de mensen een gruwel ziet, als een gruwel ziet in zijn oog, dan betekent het dat wij ons moeten onderwerpen aan de schepper van die mens. Omdat hij de manufacturer is. Hij is de persoon die ons heeft geschapen. En hij heeft ons niet geschapen om maar gewoon naar onze eigen begeerten te leven. Maar om te leven zoals hij ons heeft voorbestemd en heeft geschapen. Bisschop Steve Meijer. We spraken hem gisteren tijdens de bezwaarloop tegen moreel verval van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname. Deze loop was buiten de verwachtingen om niet druk. De organisatie had gehoopt op 10.000 christenen, maar moest genoegen nemen met een stuk of 1.000.